Ja, nee, ik denk niet al te veel, want ik moet ook sparen voor een ticket naar Curaçao. Maar ik zou zeggen, 20 euro is wel goed voor mij. Geld doneren, spullen inzamelen, demonstreren. Wat doen onze studenten voor Oekraïne? Ik stort geld. Ik heb toevallig van het weekend geld gestort. Toevallig afgelopen week kon je op school hier doneren. Dus ik ben speciaal daarvoor hier naar school gegaan. Nou, ik zou wel heel graag wat willen doen, maar ik vind het wel heel lastig om te bedenken wat je nou echt daadwerkelijk kan doen. Op dit moment niet. Wel gewoon heel veel het nieuws volgen natuurlijk, maar niet per se dat ik iets aan een goed doel geef of iets. Ja, ik neem iemand in huis. Wauw, hoe ken je die? Via mijn ouders. Die hebben hem in Oekraïne ontmoet een jaar geleden. En hoe lang kan die blijven? Zolang dat hij nodig heeft. Mijn nichtje die heeft koekjes verkocht en al het geld die zij heeft gespaard, die heeft zij ook gedoneerd voor Oekraïne. Zou je geld willen geven? Ik zou wel geld willen geven, ja. Ik hou sowieso wel van de goede doelen doneren. Ik heb het liever direct qua spullen en niet via 555 het liefst. 25 euro. Eerder dan 50, ja. Ja, als het kan, 50, 100 euro lijkt me wel goed. Eerder 50 euro, ja. Maar ja, ik heb geld gestort en vandaag is ook die landelijke actiedag. Vind ik echt heel goed, volg ik ook. Vind ik heel leuk, ook op de radio en zo. Dus... Nou ja, als ik de kans had, dan zou ik dat waarschijnlijk wel doen, ja. Weet je dat iedereen iets zou moeten doen? Ik denk dat het een beetje ligt aan hoe je zelf bent als persoon. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen het besef hebben van oké, er moet hier wel iets aan gedaan worden. Ook met de huidige gasprijzen, elektriciteitsprijzen hebben heel veel mensen ook in Nederland het lastig. Dus ik snap dat niet iedereen wat kan doen. Maar als je iets over hebt, ja, tuurlijk. Ja, vandaag zijn zij het en misschien morgen zijn het wij. En misschien op dat moment willen we dat ook iemand voor ons staat die ons kunnen helpen.